Hoi allemaal, hallo. Welkom bij een aflevering van TNT Pokémon. Nou, we hebben natuurlijk al een heel aantal pakjes uitgepakt. Zoals je dat nog kan zien, dit zijn nog alle stapels met kaarten die we hadden van alle neppakjes. Omdat we natuurlijk allemaal neppakjes hadden, leek het ons ook een heel goed idee om nou eens te laten zien wat nou het verschil is tussen een echte en een nepkaart. Ja. Want deze twee, de een is nep, de ander is echt. En we hebben een aantal punten opgeschreven, daar gaan we allemaal voorbij. We hebben het netjes even opgeschreven, goed voorbereid natuurlijk. We gaan eens even behandelen wat nou een echte en wat nou een nepkaart is. Nou Thijs, laat ze maar eens in beeld zien. Ja. Laten we eens even kijken. Nou zie je... Goed laten zien. Dan zie je natuurlijk bij deze kaarten een heel duidelijk verschil ergens in. Maar ja, wat is nou echt en wat is nou nep? Ja. Ja. Nou Thijs, wat is het eerste punt? Wat hadden we opgeschreven? De kleur van de achterkant. Kijk, wat valt nou heel erg op bij deze kaarten? Je hebt eentje die is heel donker, eentje die is veel lichter. Welke van deze twee denken jullie dat echt is? Zal ik het verklappen? Je kan het zien aan de manier hoe hier de schaduw is. Je ziet hier allemaal een beetje krasjes en een beetje rare dingetjes. Waardoor dit op een andere manier gedrukt is dan deze. Kijk, als je deze dus omdraait. Dit is de nepkaart. Ja. Want de echte kaart is hier heel mooi, heel strak gedrukt noem je dat. Alle schaduwen zijn goed. Het is heel belangrijk om te zien de kleur aan de buitenkant en de kleur van het logo. Die zijn anders. Het logo van Pokémon heeft een lichtere blauwe kleur. En een echte hele duidelijke blauw kleur aan de achterkant. Je ziet bij die nepkaart dat de kleuren blauw weet je, allemaal hetzelfde zijn. Ze lijken heel erg op elkaar. En als je heel dichtbij gaat kijken, dan zitten de schaduws op de kaarten. Kijk, zoals daar bij de K, daar bij de E. En als je de nepkaart vergelijkt met de echte kaart, dan zal je zien dat de schaduwen in het logo helemaal niet zo mooi scherp zijn. Dat kan je eigenlijk dus alleen maar goed vergelijken als je een echte kaart bij je hebt. Ja. En je wil kijken of de nepkaart die je hebt, of dat echt een niet echte kaart is. Want als je ze namelijk allemaal bij elkaar ziet, je hebt alleen maar nepkaarten, dan is dat vanaf de achterkant best wel lastig. Maar als je er een echte kaart naast hebt, dan zie je heel goed dat het verschil goed is. Ja. Als je nou aan de voorkant kijkt, dan is dat best wel heel erg moeilijk om hier tussen te kiezen of dit nou een echte of een nepkaart is. Ja. Eigenlijk kan je de voorkant dus niet goed zien of het een nep of een echt kaart is, zonder dat je dezelfde kaart in het echt hebt. Want je ziet, en je ziet het op camera een beetje, deze kleuren zijn wat donkerder, wat heftiger dan deze. Deze rode R is veel roder dan dat die daar is. Ja, daar is die een beetje oranje. Precies. Dus met heel veel kaarten is het aan de voorkant heel moeilijk om te kijken of het nou een echt is, maar de achterkant is altijd heel duidelijk. Nou, dit is dus neppen. En dat weten we even doordat we er een stipje op gezet hebben. Maakt het voor ons even iets makkelijker. En dat is de echte kaart. Ja. Nou, hebben we een volgende stap. Gaan we die doen. Wat is de volgende waarvan we kunnen bedenken of het een echte of een nepkaart is? De nummers. De nummers. Laat deze maar eens zien. En wat is het verschil tussen deze twee? Ze hebben... Ja. Je kan het niet zo goed zien, hè, wat nou het verschil is. Nee. Dit is een... Malamar. En dit is een... Heliolisk. Ja. Maar wat valt op bij deze kaarten? Dit is nummer... 38 van de 131. En dit is nummer... 38 van de 131. En dat kan natuurlijk niet, want het is dezelfde serie. Dat zie je aan het tekentje. En ze hebben dus hetzelfde nummer. Hetzelfde tekentje en hetzelfde nummer, dat kan niet. Dat is dus een fout in de kaart. Heel soms gebeuren er misschien wel eens dingen dat het een drukfout is. Als het echte kaarten zijn, heb je geluk. Ja. Maar dit zijn geen echte kaarten, want kijk maar eens naar de achterkant. We pakken de echte kaart erbij. En je ziet ook hier weer vrij duidelijk gelijk het verschil tussen wat nou een echte en wat nou de neppe is en de kleur van de achterkant. Dat is heel duidelijk te zien, hè? Nou, halen we de echte kaarten weer tussenuit. Wat is nou het geval? Bij deze moet je het dus opzoeken. Als je dus je kaarten gaat indexeren met bijvoorbeeld pocollector.com, dan zie je dat. Welke van de twee is de echte, Thijs? De Heliolisk. De Heliolisk. Ze zijn allebei nep. Ik zeg het verkeerd. Het nummer van de Heliolisk is goed. Nummer van de Heliolisk is nummer?
38 van de 131. En het nummer van de Malamar hadden we opgezegd. Wat was het nummer? Dat was de 51. 51, inderdaad. Dat klopt. Dat is ook een manier hoe je dat kunt zien. Maar dan heb je even iets van een telefoon of internet nodig, zodat je goed kan opzoeken of het nummer klopt. Want anders dan met de achterkant. Nou, in dit geval zagen we met de achterkant klopt het niet. Maar ook het nummer klopt niet bij deze. Ja. Nou, dan hebben we nog een volgende. Een volgende categorie. Welke categorie is dat, Thijs? De spelfout. Ja, die hadden we al geïdentificeerd tijdens het uitpakken van de kaartjes. Maar we hebben er nog een heel aantal. Dat zijn de spelfouten, dus iets lager, want je hebt ze net niet in beeld. Ja, heel goed. De spelfouten. Wat valt op bij deze kaarten? Nou, namen zijn verkeerd gespeld. Ja, precies. Want dit is een nietbal. Nestbal. Dat moet een nestbal zijn in het echt. Hier staat een hele rare N met een kringeltje. Dat komt omdat het echte teken moet een E zijn met een streepje erboven. Heel vaak met computers die niet de Nederlandse taal of de Engelse taal hebben, hebben die streepjes niet. Want Pokémon, daar zit een streepje op de E. Nou, dat zie je dat het bij deze drukker, die kon dat streepje niet. En dus is het een raar tekentje geworden. Het is een Pokémon. Ja, het is een het is een Spaanse letter. Maar ja, dat betekent dat het fout is gegaan. Ja. En die andere, wat was de andere? Die vonden we heel leuk, hè, toen we hem tegenkwamen. Earfetched, ja. En dat is natuurlijk de farfetched. Dus iemand heeft een tikfoutje gemaakt. Het is niet de E, maar het moet de F zijn. Het moet de F zijn. Ja. Nee, je moet hem even goed zo houden, want anders is hij niet scherp. Daar zo, ja, precies. De earfetched is dat. En dat is natuurlijk fout. Het moet de farfetched zijn. Nou, dan hebben we nog een categorie. Ja, dat is de... Dan zien we de ribbels versus niet ribbels. Ja. En dan pakken we even één vergelijking. Kijk, we hebben namelijk een echte rainbowkaart. Een echte rainbowkaart, dat is een echte espion. Die hebben we al een keer eerder ergens vandaan gehaald. Dus die zal ik even eruit halen, zodat het iets makkelijker te vergelijken. We doen er heel voorzichtig mee. Kijk, en als je die naast elkaar houdt en je gaat een beetje bewegen, je ziet ze een beetje glimmen, dan zie je dat ze al anders zijn. Ja. De echte espionkaart, die heeft helemaal hele soorten ribbeltjes erop zitten. Dat zijn echte kenmerken die heel moeilijk zijn om die nep na te maken. Dus als je een echte rainbow kaart houdt naast een nep rainbow kaart, dan zie je het eigenlijk gelijk. Ja. Je ziet meteen dat het een nep kaart is. Hadden we eigenlijk dus ook kunnen weten toen we de eerste kaart kregen. Ja. We waren ook een beetje enthousiast. Maar als je ze dus naast elkaar houdt, dan zie je heel duidelijk wat een echte is en wat een nep kaart is. Ja. Kijk, als je ze een beetje zo beweegt, zie je dat heel goed. Nou, vind je het een leuke video trouwens? Ja? Doe even dat duimpje omhoog. Ja? Doe even abonneren. En dan hebben we nog een laatste variant, hè? De foute namen. Ja, de foute namen. Maar voordat we dat doen, we hadden natuurlijk nog... We hadden die hele gave, gouden... Nee, Crosma die we tegenkwamen. Ja. Nou, dat is ook een kaart die eigenlijk net als deze... Met een Metal Saucer, die heeft Thijs de afgelopen week van zijn pakjes gehaald. Zie je dat als je die met je heen en weer beweegt, dat het toch anders is. Ook de Metal Saucer die Thijs heeft gekregen... Zitten allemaal ribbeltjes op. Dus die glimt, die glanst. Dat is een hele gave gouden kaart. Een hele mooie, hele bijzondere kaart die hij gevonden heeft. Je hebt geluk mee, hè? Maar de Necrozma, die is... Nep. Hij is wel gaaf. Ja. Maar het is niet de echte. Want die heeft ook van diezelfde spikkeltjes. En dan hadden we de... Foute naam. Ja, foute namen. Nou, doe jij die maar. Nou, kijk. Deze Oranguru, dat een Sharpedo moet zijn. Ja, een Sharpedo, hè, is dat. Een Sandile, dat een Golduck moet zijn. Een Golduck moet zijn, ja. En een Fennekin. Dat geen Fennekin is, Froakie. Maar het is een Froakie. Kijk, en die heeft hier een ability wat heet Froakie. En dat klopt natuurlijk niet. Dus dat staat een Frog Pokémon. Ja, de Bubble Frog Pokémon. Dus alles klopt, behalve de naam. Ja. Nou, dat hebben we op die manier allemaal een beetje uitgezocht. Dat zijn een beetje de 5 punten waar je op moet letten. Dus, nog een keer in de herhaling. We gaan kijken naar de nummer 1. Gaan ze maar even weg, Thijs. Ja. Nummer 1 is de kleur van de achterkant waar je goed op moet letten. Dat is meestal het duidelijkste punt waar je aan kan herkennen of iets nep of iets echt is. De tweede, even kijken waar we ze hadden gelaten. Hier zo. Tweede, dat was het... Nummer. Het nummertje, waar je even goed naar moet kijken of het nummertje klopt. Derde, dat waren... De spelfouten. Spelfouten waar je op kan letten.
Dan hebben we als vierde hebben we de... Ribbeltjes. De ribbeltjes. Dus de echte kaarten hebben... Ribbels. En de nepkaarten hebben... Geen ribbels. Geen ribbels, precies. En als laatste, nummer 5, zijn het... De verkeerde namen. De verkeerde namen. Nou, dat zijn de kaarten. Hoe je... de 5 punten, hoe je dus een nepnaam... Of een nepkaart van een echte kaart kan onthouden. Heb je het onthouden? Ja. Weet je het? Ja. Goed onthouden. Op die manier weet je heel duidelijk of iets echt of iets nep is. Heb je nou twijfel? Want wij zijn nu inmiddels expert geworden. Ja, hè? Laat even een berichtje achter. Waar je over twijfelt. Of je nog een andere manier hebt hoe je een nepkaart kan herkennen van een echte kaart. Zijn wij ook heel benieuwd naar. En anders, doe even een duim omhoog, Thijs. Ja. Abonneer. En tot de volgende video. Doei. Doei.